Goedemiddag, dan wel avond. Dit is de sportrubriek van RTV Slingeland. Nou, toch nog een beetje sport het afgelopen bloedhete weekend. Allereerst paardensport van de WRPC. Tijdens de laatste selectiewedstrijd dressuur won Kim Derksen met CEO in Aalte in de klasse M2 een tweede prijs. Carine Wessendorp won met Safira een tweede prijs in de klasse L2. En dan ook nog een voetbalbericht. De technische commissie van de zaalvoetbalvereniging Gonemo heeft een hoofdcoach weten te vinden in de persoon van Germain Patirouhou. De club stelt hiermee een icoon van de club aan die deze uitdaging voor de volle 100% aan zal gaan. Germain Patirouhou behoort nog steeds tot een van de toonaangevende spelers binnen Gonemo. Het bestuur van Gonemo is blij met deze door de TC behaalde uitkomst en dit betekent dat er vanaf nu gebouwd kan gaan worden aan een nieuwe selectie voor het naderende seizoen in de topklasse. In het Rommelgebergte vonden de jaarlijkse motocrosswedstrijden plaats. Zaterdag werd het allemaal afgelast vanwege de hitte, maar op zondag het nationaal kampioenschap jeugd motocross. Wij maakten hiervan de volgende beeld. En een zomersport bij uitstek is natuurlijk honkbal. De heren van Hickory waren vrij en ze hoefden zich dus niet in het zweet te werken. Maar misschien ook maar goed, want het team wordt geteisterd door blessures, waardoor de laatste twee wedstrijden met ruime cijfers verloren gingen. Volgende week dan staat nog een 1-uitwedstrijd tegen koploper Cardinals op het programma en daarna volgt de vakantiestop. Op 16 augustus gaat men weer de wei in en hopelijk is het blessureleed dan geleden. Het mixed softballteam van Hickory presteerde goed op het toernooi van de Eagles in Deventer. Twee wedstrijden gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. Eindresultaat een plek in de middenmoot, maar wel het enige team dat de uiteindelijke toernooi waar de Caribe uit Groningen wist te verslaan. En dit weekend werd bij Hickory ook een kampioenschap gevierd. Het pupillenteam, dat zijn kinderen tot 12 jaar, versloeg het Enschedese TTT en werd daardoor definitief het beste team in deze competitie. U ziet wat beelden van deze wedstrijd en ik had een gesprek met de succesvolle trainercoach Heiko Stroes. Heiko, gefeliciteerd natuurlijk in eerste instantie. Hoe heb je dit team? Het bestaat nog niet zo lang volgens mij. Nee, het team in deze samenstelling bestaat nog niet zo lang. Een stuk of 50 van die komen eigenlijk al uit de b-ball. Die spelen al een aantal jaren bij elkaar. Zoals je ziet heb ik er inmiddels 11 stuks. En dat is vooral een verdienste van het afgelopen jaar. We zijn heel actief bezig geweest om leden te werven. Kinderen hebben zelf vriendjes en vriendinnetjes meegebracht. En dat, het is gewoon een heel mooi homogeen team geworden. En ze hebben wat voor elkaar over. En dat heeft tot dit resultaat geleid. Ja. Wat vind ik dan een prestatie als het team nog zo kort bestaat dat het al deze prestatie kan leveren? Ja, dan is het natuurlijk een kwestie van willende kinderen dat ook. En dat zijn natuurlijk dingen, dat moet je een beetje coachen. Je moet ze zo af en toe een beetje triggeren, af en toe een beetje plagen. Zo van, nou, dit kunnen jullie niet, dat kunnen jullie niet. En dan laten ze stuk voor stuk allemaal zien dat blijkt dat het toch kan. Dus dan, voor hun is het dan bij mij ook weer lik op stuk. Maar het houdt natuurlijk ook in dat jullie een goed trainingsteam hebben om die kinderen in korte tijd al dit bij te brengen. Ja, we hebben gelukkig een in principe... ben ik enig trainer en coach. Maar ik heb gelukkig van de rest van het kader heel veel ondersteuning. Die tussendoor ook eens een keer tijdens een training komen helpen. Waar ik dan ook weer van leer. Wat ik dan de kinderen weer bij kan brengen. En dat heeft gewoon dit jaar ook vooral de pitcher-catcher training die we van 20 gedaan hebben. Heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Dit team, het is al 12 jaar pupillen. Hoe lang blijft dit team nog intact? Want er zijn natuurlijk die gaan over naar de aspiranten, neem ik aan. Ja, ik heb er dit jaar 3 die over moeten. En een 4e die eventueel met dispensatie nog in dit team kan blijven. Ja. Dus we moeten toch proberen om degenen die met b-ball binnengekomen zijn, om die of in een volledig b-ball team te krijgen en dan dingen gaan lopen omgooien. Of de b-ballers in de hospitaal of in de pupillen meenemen in het komend seizoen. Want ik zal er zeker 3 moeten missen, misschien zelfs 4.
Dus je zou eigenlijk versterkingen kunnen krijgen. Dus ik zou zeggen, roep kinderen op om in ieder geval bij Hickoriërs te gaan kijken om te gaan honkballen. Ja, het is, honkbal is gewoon een vreselijk leuke sport. Hickory is een hele fijne vereniging die voor haar mensen staat. Waar ook het kader er op uit is om kinderen het allemaal zo leuk mogelijk te maken. Toch proberen fanatiek te blijven. En nou, als ik de groei die we dit jaar hebben gehad, als ik dat door zou kunnen zien gaan, dan kunnen wij volgend jaar met een volledig b-ball en pupillenteam weer op de mat. Even nogmaals de felicitaties en ik hoop dat het een bloeiende club zal blijven. Dankjewel, ik hoop dat ook. Geachte aanwezigen, familie, vrienden, Hickorianen, allemaal hartelijk welkom. Het is gewoon ontzettend leuk en we zijn ontzettend trots op jullie. En dat terwijl we eigenlijk aan het begin van het jaar gedacht hebben van zullen we het pupillenteam wel inschrijven? Nou, ik ben ontzettend blij dat we jullie toch ingeschreven hebben. Nu zijn jullie inmiddels met 11 spelers en 1 kampioen. En daar ben ik enorm trots op. Dan komen we nu bij het officiële gedeelte. Ik wil eigenlijk de spelers één voor één even naar voren roepen. En dan kunnen jullie je medaille in ontvangst nemen. Te beginnen bij Hidde. Net een maand bij de vereniging. En nu al een belangrijke waarde. Van harte gefeliciteerd. Dank je. Dan komen we bij Ruben. Denk zo. Ruben. Hij is alweer. Kom bij Jordi. Oh, de clip. Gefeliciteerd. Dan Daniek. Gefeliciteerd. Bij Laura moeten we even een kleine opmerking maken. Laura is van de week pas ingeschreven als lid van onze vereniging. Heeft deze wedstrijd meegedaan. Heeft als jongste lid 1 wedstrijd gespeeld en is meteen kampioen geworden. Bravo! Dat doe je goed. Gefeliciteerd. Kijken. Dan moet ik het goed zeggen. David. David. Alsjeblieft. Altijd hetzelfde. Timo. Gefeliciteerd. Dan Maxime. Jou staat ook alles, hè? Gefeliciteerd. Dan Marcelo. De grote verrassing uit het Westen. Wow. Ik ben zo blij dat ik er genoeg heb. Ilan. Gefeliciteerd. Dan als laatste de catcher. De basis van het team, Eugène. Gefeliciteerd. En natuurlijk de coach. Even goed ophangen. Eikel. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Nou, dan neem ik hem weer over. Dat is nog niet alles. Als het goed is, komt er van de KNBSB ook een certificaat. Dat doen ze volgens mij allemaal in 1 keer. Ik weet niet, TTT zal het beter weten. Hoe dat met kampioenschapscertificaten gaat. Geen idee. Goed. Oké. We hebben in ieder geval al wel vast een certificaat gemaakt. En die overhandig ik even aan Heiko. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Kijk. Nee, laat me niet doen. Straks ligt hij met. Nou, kijk eens jongens, een mooie oorkonde van de vereniging. Even het publiek. Ja. Met de wandschildering op de achtergrond. Ja. Dankjewel Geert. En dankjewel vereniging. Geen dank. Jij bedankt. Als coach. En als laatste hebben we natuurlijk taart, want bij een feestje hoort taart. We zijn ontzettend trots op jullie dat jullie kampioen zijn geworden van de derde klasse P. En wij hopen dat er nog veel kampioenschappen mogen volgen.
En dat er met name op het gebied van de jeugd nog heel veel mooie sportieve dingen mogen gebeuren. En dit was de sportpubliek van RTV Slingeland. En ik wens u nog een hele prettige middag. Dan wel avond.